Goedemiddag, Mieke Maat hier van Wakker Worden. Met vlog nummer 7. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. En in deze video wil ik je graag antwoord geven op de vraag: hoe kom ik van die nare stress af? Ik krijg heel regelmatig de vraag van mensen die ik begeleid: van hoe kom ik nou van die nare stress af? En gek genoeg is het antwoord daarop accepteren dat je die nare stress hebt. De enige manier waarop je eraf kunt komen is als je accepteert dat het er is. In het Engels wordt zo mooi gezegd: what you resist persists. Dat waar je je tegen verzet, dat blijft. Dus op het moment dat jij weerstand biedt ergens tegen, dan heeft datgene waartegen jij weerstand biedt, zeg maar grond om tegenaan te duwen. Dus stel je even voor, je duwt tegen mijn hand aan. Wij kunnen urenlang het volhouden om tegen elkaars hand aan te duwen. Nou, stel je even voor dat mijn hand jouw stress is en jij zegt: ik wil niet dat je er bent, ik wil niet dat je er bent, ik vind het vervelend dat jij er bent. Hoe harder je duwt, hoe harder ik terug ga duwen. Dat is nou eenmaal het principe. Op het moment dat je harder weerstand biedt, dan wordt er eigenlijk steeds harder teruggeduwd. Dus het antwoord op de vraag hoe kom ik van die nare stress af is gek genoeg accepteren dat je die nare stress hebt. Je er helemaal aan overgeven. En eigenlijk een ander metafoor ervoor is: als je van punt A naar punt B wil komen, dus als je van die nare stress af wil en je wilt naar ontspanning en je lekker voelen, dan is het nodig om allereerst te weten waar je bent, dus erkennen waar je bent. Even een voorbeeld: als ik naar Maastricht wil en ik ben nu in Bleiswijk, Zuid-Holland, maar als ik in de veronderstelling ben dat ik in Groningen ben, dan heb ik nooit de goede routekaart. Dus als je ergens naartoe wilt, is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. En ook dat is eigenlijk weer hetzelfde, hè? Accepteren waar je nu bent en pas op het moment dat je dat doet, kun je komen waar je wil zijn. En om ergens van af te komen, is het belangrijk om je te realiseren waar je naartoe wilt. Dus in plaats van zeggen: ik wil van die nare stress af, ga eens kijken of je kunt formuleren wat je dan wel wilt. Want dan ga je eigenlijk je onderbewuste een hele belangrijke boodschap geven. Namelijk: ik wil daar graag naartoe. Dus in plaats van te zeggen: ik wil van mijn stress af, ga eens kijken of je kunt formuleren: ik wil graag lekker in mijn vel zitten. Ik wil me ontspannen voelen. De manier om ergens vanaf te komen is om op te houden met zeggen dat je er vanaf wil. Maar gaan kijken waar je naartoe wilt. Nou, ik hoop dat je met deze tip een beetje aan de slag kunt. Ik wens je daar heel veel succes mee. Mocht je meer willen weten over hoe je om kunt gaan met stress en burn-out klachten, kijk eens rond op mijn site www.wakkerworden.nl. En je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met een van mijn teamgenoten of met mij. En dan kunnen we eens kijken of we je kunnen helpen om zo snel mogelijk van je vervelende, nare stress af te komen. Ik wens je veel succes en tot de volgende keer. Doei doei!